Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanuit de licht wolken boven het zuiden van het land en vanuit het noorden ook een paar wolkenvelden. Vanochtend is het dan ook wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het zuiden en zuidoosten, maar de zon breekt ook geregeld door en langs de kust vallen een paar buien. Het is 2 tot 5 graden en er staat een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden, zijn opklaringen, maar ook wolken en lokaal kan er nog een enkele bui vallen, maar later vanmiddag en vanavond blijft het overal droog, klaart het op en gaat de temperatuur dalen naar 1 tot 4 graden. Later vannacht dan neemt de bewolking toe en morgenochtend gaat het van het noordwesten uit regenen. In het oosten kan het in de ochtend nog droog blijven, maar in de middag wordt het ook daar nat. Het wordt 4 tot 9 graden en er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 5 aan zee. Maandag is een wisselvallige dag met geregeld buien met een winterskarakter. Het wordt 4 tot 6 graden. En ook dinsdag en woensdag is het wisselvallig met wat zon, wolken en een enkele bui. En de temperatuur ligt in de middag tussen de 4 en 8 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.